Samenzeggenschap of participatie gaat om het met elkaar doen. Dus vroeger maakte je een kant-en-klaar verhaal en dan vroeg je aan adviesorganen, wat vind je daarvan? Dat suggereert natuurlijk een soort van tegenstrijdigheid of een strijd of andere belangen die er helemaal niet zijn. We hebben met elkaar natuurlijk echt maar één wezenlijk belang en dat is zorgen dat de mensen die bij ons wonen en werken het hier goed hebben. Op het moment dat er een cliëntenraad bestaat uit mensen die extern ergens vandaan gehaald zijn, dan is er een heel abstracte blik op het leven in een verzorgingshuis. En op het moment dat de cliënten zelf aan tafel zitten in een medezeggenschapsorgaan, verandert het beeld. En dus is het volgens mij veel mooier en logischer en vooral passender als je dat verhaal samen maakt. Dus niet een verhaal schrijft en dan vraagt wat vind je ervan, maar het verhaal samen schrijft. Het vergt ook wel wat om niet met een kant-en-klaar onderwerp te komen, maar met een onderwerp dat nog in ontwikkeling is. Want daarmee geef je natuurlijk jezelf wel bloot aan de twijfels en de mogelijke gebreken die in het onderwerp zitten. Ik denk dat die kracht zit in het eigenaarschap van het werk echt leggen bij de mensen die dat werk doen en bij bewoners en hun familieleden. Want er wordt natuurlijk heel veel gepraat over verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neerleggen, terwijl wij zeggen nee, het eigenaarschap ligt daar. Het is van die mensen en dus niet van mij. En natuurlijk ben en blijf ik als bestuurder eindverantwoordelijk. Dat is echt iets heel anders. Ik moet dan ook echt toestaan dat daar die hele ruimte ligt waarin het echte werk gedaan wordt en waarin het gebeurt. Je moet wel met elkaar vertrouwen hebben. Omdat het werk op de werkvloer belegd is en je ziet elkaar ook regelmatig, is die afstand uiteindelijk helemaal niet zozeer. Ik ben behalve lid van de cliëntenraad, doe ik allerlei andere activiteiten op de locatie. Men ziet mij daar bijna iedere dag en beschouwt mij gewoon als deel van de collega's. En dat praat veel makkelijker. Dit is echt de manier om met elkaar voor elkaar te krijgen wat zo belangrijk is. Namelijk dat het gaat over het echte leven. Het echte leven zowel van de mensen die bij ons wonen als van de mensen die bij ons werken. Werk dat gaat over liefde, over betrokkenheid, over warmte. Daar gaat het over. Dus het gaat ook heel erg over nabijheid en elkaar erkennen voor wie je bent en voor wat je aan het doen bent. Daar gaat het om. Dan begint het met vertrouwen hebben in elkaar. Zorgen dat je als cliëntenraad niet een controlerend orgaan bent, maar dat je ter ondersteuning van elkaar bent. En er mogen best wat kritische opmerkingen gemaakt worden, dat sluit ik niet uit. Maar je werkt samen aan een resultaat. Als ik het trotse verhaal vertel, dan ben ik ook wel heel blij dat ik dit aangedurfd heb. Want het was hartstikke eng. Maar iets in mij zei, maar dit klopt. Dus ergens zijn we toch maar in het diepe gesprongen. En ik ben eigenlijk heel trots dat ik dat gedurfd heb.